Dit jaar zouden we naar 20.000 bezoekers gaan. We zijn eigenlijk een soort hybride event aan het organiseren. Hey, laten we eens, want we hebben elkaar al heel lang niet meer gesproken, even beginnen met Financial Times. Want ik heb jou, hoe lang is dat geleden, die deal? Iets meer dan een jaar. Oké. En geniet je dadelijk van na? Nou, ik weet niet of dat het goede woord is. Ik ben wel heel blij natuurlijk dat ik die partnership heb. Juist nu in deze onzekere tijden is het heel fijn om een sterke partner achter je te hebben. Dus er zijn wel eens momenten dat ik denk, jeetje, hoe was dat geweest als ik nu nog onafhankelijk was geweest en bij mijn bestaande aandeelhouders opnieuw financiering had moeten aanvragen. Of hoe was dat dan gegaan? Ik heb nu een meerderheidsaandeelhouder en een grote, belangrijke. Dus dat, laten we zeggen dat ietsje makkelijker is geworden. Het genieten. Kijk, ik zal niet ontkennen dat we de deal wel hebben gevierd. Hè. Dus het moment dat we dat bekend konden maken was heel bijzonder natuurlijk. En ook de eerste dagen daarna, toen we het nog niet bekend konden maken, was wel echt kroon op mijn werk van 14 jaar werken. Maar het was ook niet een verkoop in de zin van ik draag de aandelen over en ik ben er niet meer bij. Hè. Het was meer, ik heb mijn oude aandeelhouders ingeruild voor nieuwe aandeelhouders. En die nieuwe aandeelhouders die zijn eigenlijk nog nuttiger. Maar goed, daarna ging het werk eigenlijk gewoon weer verder. Dus het is niet, ik heb niet 3 dagen vrijgenomen of zo. Of zelfs maar 1 dag. Dat was niet aan de orde. Ja. Oké, maar fijne partners so far. Dus een kort antwoord in plaats van dat enorme lange. Ja. Even naar de realiteit van vandaag. We begeven ons allebei best wel vaak in de wereld van evenementen, om het maar zo te noemen. Ja. Sterker nog, een van jullie belangrijke pijlers, denk ik. Hoe zag de laatste paar maanden eruit bij jou? Nou, een interessante omzwaai natuurlijk. Hè? Iedereen is geforceerd om zich uit die crisis te innoveren, wij ook. En ik denk het lastigste was nog de onzekerheid. Hè? Dus dat je eigenlijk iedere dag weer opnieuw alles aan het peilen bent en aan het kijken bent, hoe zitten deelnemers erin, hoe zitten partners erin, hoe zit de locatie, de regering, de sponsoren, en mensen uit het buitenland. En zo moet je iedere dag eigenlijk weer opnieuw besluiten wat is er mogelijk en wat niet. En ook vandaag nog, ik kom net van een meeting met het managementteam waar we dan proberen te voorspellen, gebaseerd op heel weinig informatie, wanneer denken we dat het weer een beetje gaat herstellen. Hè? Wanneer kun je weer de eerste grootschalige events hebben. En dat gaat verder dan alleen wat is toegestaan door de regering. Je hebt ook nog een soort collectief trauma natuurlijk. Hè? Dus ik zat zelf altijd pijn, zegt, pak een kennis van uit New York en die zei, wanneer zie ik je weer? En toen dacht ik, ja, ik kan me echt niet voorstellen, emotioneel gezien, dat ik nu in een vliegtuig stap. He, dat is nu ondenkbaar eigenlijk. En hoe lang gaat het duren? Wat is er voor nodig voor mij om te denken, oh, zeg, prima, geen probleem. En dat soort dingen zijn heel moeilijk te voorspellen. Ik denk dat de hele branche, eigenlijk iedereen die met events werkt, die is nu zo aan het nadenken, dat je ik hoorde van die verhalen over al die dansfeesten. Hè, het is super interessant om na te denken, om je te verplaatsen in hun mindset. Hè. Dus een dansfeest, ja, de hele lol daarvan is dat je een beetje tegen elkaar schurkt op de dansvloer en dezelfde broeierige lucht inademt en een biertje deelt met elkaar. En dat je denkt, ja, is een feest leuk als je 1,5 meter afstand moet houden. Een dansvloer waar 1,5 meter gaat in zit. Dan denk je, oh, nou, het feest is nog niet begonnen. Dus dat is allemaal super interessant. De implicaties van zoiets als dit. Ja, heftig, hè? Ja. Ja, en super interessant ook, hoor. Ik denk, iedere crisis is ook opportunity natuurlijk, hè? Ik denk, wat ik bijvoorbeeld weer interessant vind, is, er zijn heel veel kranten natuurlijk. Oude media, die hadden papier en dan online. En eigenlijk jaren waren ze een soort in limbo dat, ja, ze wilden wel meer online, maar de abonnee wilde het nog niet. Of ze wilden, ja, de abonnee wilde het wel, maar ja, papier zat nog zoveel geld in. En nu is het opeens alsof je, ja, je staat aan de rand van het zwembad, maar je krijgt nu opeens een schop van corona, hop, erin. En meteen in de diepe ook, en zwemmen of verzuipen.
En ergens is dat ook wel... Ja, ik zal niet, dat het goed, zeg niet zeggen dat het goed is of dat ik er blij mee ben, maar ik, als optimist hoop ik dat we over 10 jaar terugkijken en zeggen, wauw, nou dat was toch een stroomversnelling. Oké, dat was even 1 of 2 jaar heel zuur. Maar daardoor hebben we wel echt de switch gemaakt. Even voor mijn begrip, hè, want NextWeb is hoeveel mensen, het event? Je bedoelt bezoekers? Ja, het normale evenement, ja. Ja, dus dit jaar zouden we naar 20.000 bezoekers gaan. Oh, ja. Het zou juni zijn. Het zou juni zijn en we hebben het nu verplaatst naar oktober. Ja. En wat denk je daar dan van oktober? Daar zijn we nu naar aan het kijken. Dus we mikken nu, we zijn eigenlijk een soort hybride event aan het organiseren. Dus waarbij een groot gedeelte online zou zijn. En dat is eigenlijk heel fijn ook. Hè? Dus we hebben er net eentje gedaan met Financial Times Global Boardroom. Waarbij we sprekers hadden en mensen konden kijken online. Hadden we meer dan 40.000 kijkers, geloof ik. En dus aan de ene kant is het super aantrekkelijk. Hè? Dat je denkt, hey, wauw, we kunnen offline. Maar goed, het is super duur. Je moet mensen eten geven en wc's neerzetten op het terrein. En het terrein huren en tenten bouwen en stoelen en productie. En nu dat je denkt, oh, nou ja. Bring your own device en je mag kijken vanaf je eigen wc en dat werkt eigenlijk ook wel, dus ik denk dus ook wij, het is een er zijn twee kanten aan het verhaal, zeg maar. Dat is super, geeft veel energie, iedereen is er enthousiast over. Tegelijkertijd weet je ook, ik vind het gezellig om deze call met jou te doen, maar ik had liever naast je gezeten in de studio en dat we zo nog een biertje na kunnen drinken en dus dat live contact, even een omhels, een hand kunnen geven, elkaar in de ogen kunnen kijken. Als je een deal onderhandelt, zien dat je vingers een klein beetje trillen. Ja, dat is allemaal niet te repliceren online. Dus we zoeken toch nog naar manieren om misschien kleinschaliger, misschien ook meer gedistribueerd. Dus we zijn aan het onderzoeken of we niet 100 eventjes kunnen doen met 500 man. En dan verspreid over de hele wereld. Of misschien een paar eventjes met 5.000 man. Of misschien nog ontzettend veel meer events met 50 mensen. Hè? Dus al die... je wordt echt gedwongen om alles opnieuw te bedenken. En dat is voortdurend, is dat een soort frustrerend en inspirerend tegelijkertijd. Hè? Omdat je denkt, jeetje, ik heb 14 jaar lessen. Ik had plannen. En dan komt er iemand en die zegt, nee, begin maar gewoon even helemaal opnieuw. Het is confronterend, maar ik weet nog dat 10 jaar geleden of zo, dan sprak ik vaak, sprak wel eens op conferenties voor een beetje oude media, publishers. En dan proefde ik altijd een soort frustratie. En waarbij die mensen dan zeiden, ik had vroeger gewoon 2 mensen en die gaven dan een tijdschrift uit. En dan een oplage van 50.000, dan verdien ik 2 miljoen aan. En nu heb ik 30 mensen op mijn webredactie en is nog niet eens break-even. En dan merkte ik gewoon, zij zijn echt aan het proberen goed maken wat niet meer bestaat. En dan voelde ik me altijd heel stoer, omdat ik dacht, ik heb niks goed te maken. Ik heb niet een historie, ik heb niet een offline redactie zitten. Ik ben gewoon puur digitaal en dat is digitaal is een soort warm bad voor mij. En ik zie alleen maar toekomstperspectief. En nu zit ik natuurlijk in de meeting en dan zitten we te rekenen, wat kunnen we online doen? En dan denk ik, maar het ging zo lekker met die offline events en kaartjes voor €500. En hoeveel kaartjes moet ik dan verkopen voordat ik dat... Weet je, dus ik ben heel erg, het is een soort spiegel. Hè, dat ik denk, ik moet echt wel die switch kunnen maken. En natuurlijk, ik heb alle vertrouwen in dat ik en mijn team dat wel kunnen. Maar ik denk wel vaak aan die... grijze mannen in pak die zo geïrriteerd naar mij kijken. Toen je aan mij vraagt, wie heeft er meer kans om nu online succesvol te worden? Dan zou ik zeggen, waarschijnlijk de mensen die niet half afgeleid zijn omdat er zoveel geld uitspuit aan de achterkant. En dus iemand die gewoon low cost een online brand kan opzetten en daar met liefde en passie al zijn energie in steken wat van maakt. Dat is gewoon heel anders dan dat je zegt, oh mijn god, iedere maand spuit het geld eruit. Wat kunnen we in godsnaam online innoveren om dat te remmen? Plus, ik denk, het is ook goed om het hoofd koel te houden. Dus ik denk,
stel je voor dat dit super lang gaat duren, 3 of 4 jaar. Nou ja, dan moet je na 4 jaar toch klaar zijn om wel weer mensen de kans te geven om elkaar te ontmoeten. Ik merk nu al dat mensen zeggen, ja, ik wil zo graag gewoon weer even naar kantoor en onder de mensen zijn. Nou, dat wordt alleen nog maar sterker. En op een gegeven moment ga je business doen, ook al is het online. Dan komt er toch wel een moment dat je zegt, het risico is nu acceptabel. Ik wil nu weer terug naar een event. Het is een soort grap in de evenementindustrie dat het allerbelangrijkste waarop je als conferentie wordt beoordeeld, of je conferentie goed is of niet, is de lunch. En dat is een beetje een grap, maar er zit een kern van waarheid in. Dus het is, je denkt, ik moet de beste spreker en een goede show. Maar dan zijn het triviale dingen als iemand die zijn toekomstige businesspartner tegenkomt terwijl die wacht op een taxi na het feest. Dus dat is een soort serendipiteit, toeval, iets waar je heel erg op kan optimaliseren. En een voorbeeld daarvan is dat wij hadden dan altijd investeerders en die willen het liefst startups ontdekken. Maar als je zegt, zal ik je voorstellen aan 20, dan willen ze dat niet, vinden ze ongemakkelijk, want ze willen hun eigen agenda inrichten. En ze zijn zelf goed in startups vinden. Dus wat wij dan deden was, dan maakten we een investor lounge area. En rechts daarvan hadden we alle startups. En daar in het midden zetten we een koffietentje met de beste koffie van Nederland. En dan gingen die twee partijen, kwamen elkaar dan tegen in de rij voor de koffie. En dan 's avonds zei die investeerders van, ik heb zoveel goede startups ontmoet. Gewoon toevallig in de rij voor de koffie. En dat was dan niet toevallig, dat was heel goed georganiseerd. En dat soort dingen moet je heel erg goed over nadenken als je online dingen gaat herhalen. Dus als je denkt dat onze conferentie alleen maar goede sprekers is, ja, dat is maar één onderdeel. Hè. Dus in het rij staan voor een spreker die je gaat zien en de mensen om je heen spreken, dat is even belangrijk. Als je dat weghaalt, dan halen mensen helemaal niet meer waarde uit de conferentie. Dus hoe ga je dat dan online herhalen? En dus het feit dat wij altijd na de pauze, gingen Patrick en ik na de pauze op het podium staan. En dan hadden we een kratje met t-shirts en tennisballen en allemaal van die gratis shit die mensen uitdelen in de stands. En die gooiden we dan in het publiek. Maar dan zo hard mogelijk ook echt achter in de zaal. En er ging altijd wel wat mis. En Patrick heeft wel eens bierflesjes in het wel dicht. Maar goed, de bierflesje komt best hard aan gegooid. Weet je wel. Dus dat was altijd een beetje spannend en edgy. Maar daardoor waren mensen ook, hadden een soort lol, weet je wel. Want ja, als jij een sinaasappel tegen je hoofd gaat, verpakt in een t-shirt, dan heb je toch een beetje een soort verbinding met de mensen naast je. Dus dat proberen we dan te bedenken. Wat kunnen we doen? Ik had het bijvoorbeeld over bullshit bingo. Hè? Dus kunnen we een soort bingo kaartje maken met keywords die als de sprekers, hè, dat mensen kunnen luisteren naar de sprekers. Als ze bullshit bingo hebben, dan mogen ze dat roepen en dan kun je ze even highlighten in de pauze of zo. Heel triviale dingen, waardoor je wel een soort groepsgevoel krijgt en af en toe even een glimlach op mensen hun gezicht tovert. En ik denk dus dat dat soort dingen, je verliest je snel in wat is de boodschap, hoe kunnen we die goed overbrengen, hoe kunnen we het goed organiseren. Maar goed organiseren betekent ook dat je af en toe een biertje uit je handen laat vallen, dat de nootjes niet lekker zijn. Een soort kleine dingetjes waardoor het menselijk maakt bijna. Wat je nu heel erg hoort is van, we gaan dan ons echte event vertalen naar een online event. Wat vind jij daarvan? Dat mensen zeg maar, het echte event als uitgangspunt pakken en er dan een digitale variant van maken. Is dat een goede gedachtegang om tot het juiste concept te komen? Nou, dat is inderdaad een heel interessant ding. Dus je wil niet imiteren en dan denken dat het hetzelfde is. En het is dezelfde fout. Je had dat proces ook met televisie. Hè? Dus de eerste televisie was inderdaad gewoon radio, maar dan met beeld. En dat is zonde. En ik denk, ik heb nu een paar van die webinars gezien, waarvan ik dan denk, ja, het is eigenlijk een beetje alsof je de lokale tv-zender zit te kijken. Dus dat is, ja, dat vind ik dan te weinig eigenlijk. En als je puur gaat recreëren wat je offline hebt, is ook weer niet goed. Maar ik denk dat het ook wel, dat het tegelijkertijd dus heel belangrijk is om te begrijpen, wat halen mensen nou uit zo'n event? Ik heb één voorbeeld daarvan. Dus misschien wel 10 jaar geleden. Een van onze eerste events was kwam ik een man tegen en toen zei ik, heb je een goede conferentie? En zei ja, echt helemaal top. Toen zei ik, wat vond je de beste spreker? Toen zei hij, ik heb nog niet één spreker gezien. Dat was aan het einde van de tweede dag. En toen zei ik, jeetje, ja, maar
hoe kan het dan een goede conferentie zijn? En toen zei hij, jij snapt je publiek niet. Ik spreek hier 20 potentiële partners. Iedere partner levert me ongeveer een ton per jaar op. En ik heb er 3 eigenlijk soort geclosed in 2 dagen. Dus natuurlijk heb ik een goede conferentie. Snap je? Dus, en ik denk als je dat soort dingen begint te begrijpen, als je weet waarom komt iemand, hè, dus dan zou het naïef zijn van mij om te zeggen, oh, ik doe de spreker online en dan kun je vanaf huis, kun je lekker op de bank in je joggingbroek dat gaan kijken en dan heb ik het gekopieerd. Dan ben je gewoon niet goed bezig. Hè. Dus je moet begrijpen wat die mensen, ja, hoe de waarde zit en hoe je die waarde ook kan leveren online. Dat is belangrijker dan 1-op-1 kopiëren wat je offline hebt naar online. Er zijn 2 stromingen. De ene die heeft, dat merk je ook wel in gesprekken, denk ik. Hè, dat de ene die zegt, dit is een crisis. En dat is echt dat is zwaar kloten. Maar straks, dan is het allemaal voorbij. En dan de schouders eronder en dan gaan we weer door. En de andere die zegt, dit is een transformatie naar een compleet andere wereld. Even de 2 uitersten. Waar zit jij ergens? Ja, in het midden. Dus ik hoop echt wel dat het een digitale transformatie is en dat we lessen leren. Ik zou het super jammer vinden als we straks weer teruggaan naar hoe het was. Dan denk ik, jeetje, never waste a good crisis. Het is zo'n mooi moment om doorbraak te maken, om nieuwe dingen te leren, om te experimenteren. Je hebt geen keus. Dit is het moment om te experimenteren, want we gaan er toch allemaal aan. Dus dat ik zou het super jammer vinden als het teruggaat naar het oude. Ik denk dat alles wordt anders. Dan denk ik, nou, kijk, niet alles was fout. Hè? Ik ben een optimist natuurlijk. Maar ik voel sterk dat we over een paar jaar terugkijken en dat we zeggen, wauw, oké, hey, dat was zuur. Weet je nog? Wauw, ja, nee, inderdaad. Dat was even, die 2 jaar waren pittig. Maar moet je eens kijken waar we nu staan. Hè? Dankzij die, na een overstroming blijft er ook altijd vruchtbare grond over. Vulkaanuitbarsting is ook altijd geweldig voor de natuur. Weet je wel? Dus ik denk, zo'n crisis moet je toch goed kunnen aanwenden. Het zure is dat je weet dat niet iedereen dat zou kunnen. Hè? En dat er... Ja. Dat, het is natuurlijk een... Ik heb denk ik de luxe dat ik optimistisch kan zijn. Hè? Ik zit in een bedrijf wat eigenlijk al 14 jaar naartoe aan het werk is. Ik zit in de positie dat ik een sterke partner achter me heb. Die weer een sterke partner achter zich heeft. Al die pandsbedrijven is die super toekomstgericht zijn. Hè? Dus mijn aandeelhouder die vraagt niet naar de korte termijn. Die wil zeggen, ja, en als ze praten over de korte termijn, dan zeggen ze goed. Maar wat is daarvan de impact op je lange termijn strategie? Ja, dat is heerlijk om zo'n gesprek te kunnen hebben. Dat je zegt van, nou ja, wij denken de komende 2 jaar wordt heel pittig. Maar goed, er komt op een gegeven moment weer een beweging. Als we die 2 jaar kunnen gebruiken om lessen te leren, om te experimenteren, om te overleven, dan staan we er waarschijnlijk sterker voor dan anderen. Ja. Het pijnlijke is natuurlijk dat je soms iemand spreekt waarvan je weet, ja, die zijn niet genoeg voorbereid, hebben niet een sterke partner met een lange termijn visie, in een markt die het misschien nog wel zwaarder heeft. En dat is natuurlijk heel zuur. Ja, dus eigenlijk ben je een lucky bastard. Ja, dat denk ik wel. Ja. En een gedeelte daarvan is echt absoluut geluk. Hè? En een gedeelte daarvan is ook... ik had dit gesprek een paar dagen geleden met mijn dochter. Ik heb een roeibootje gekocht. En dat is van binnen grijs geschilderd. En er zaten geen roeispanen bij. Maar ik heb roeispanen gevonden een jaar geleden op straat. Die lagen bij het vuil. En die zijn dezelfde kleur grijs als dat bootje. En we kunnen het natuurlijk over hebben van, oh, dat is wel echt toevallig dat je roeispanen hebt gevonden. Wie vindt nou roeispanen op straat? Maar goed, het ding is, ik vind altijd dingen op straat. Want ik ben gewoon heel visueel ingesteld. Ik let op details. Dus als ik over straat fiets, kijk ik gewoon in alle hoeken en gaten. Dat zit in mijn systeem. En ik vind dus de hele tijd dingen. Weet je, ik ga uit eten met mijn vrienden en dan zie ik tussen de bladeren zie ik geld waaien over straat. Ik vind dingen bij de vuilnis, dat zit een beetje in mijn systeem. Dus het is een combinatie van factoren. Hè? Dus je moet het geluk hebben dat ze er net liggen als je langskomt. Maar ik ben ook wel echt mijn hele leven hier op aan het voorbereiden. En mijn hele bedrijf is altijd aan het voorbereiden. We willen veel sneller digitaal
al jaren. Maar goed, hè, we zijn vaak net een beetje voor op de muiten. En nu krijgen we, hebben we eigenlijk het geluk, inderdaad, ik ben een lucky bastard, het geluk eigenlijk dat dit komt en iedereen naar voren wordt geduwd en wij zijn er klaar voor. Ja. Ja. Dus ja. Ja. Ja, ja, lucky bastard, maar je moet het ook afdwingen. En je moet de roeispanen zien liggen dus, dat is wat je zegt. Ja, ja, we hebben volgens mij wel eens hier eerder over gehad over het verschil tussen geluk en serendipiteit. Hè? Dus geluk is thuis zitten, niks doen en de loterij winnen. En serendipiteit is erop uitgaan, of ja, erop uitgaan, openstaan voor, hè, kansen zoeken. En dan moet je het geluk hebben dat het ook jouw kant op komt. Dat, ja. Ik hou meer van serendipiteit dan van geluk. Dankjewel, Boris. Thank you.